Nou, ik ben Nathalie. Ik ga geen lange introductie houden, maar ik ben 19 jaar en ik ga wat delen met jullie vandaag. Ik vind het heel gaaf dat dat mag. Ik heb een tekst en die staat in Hebreeën 4 vers 16. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Ik ga meteen mijn punt maken. Mijn eerste punt is dat we zijn genade niet moeten limiteren. En wat bedoel ik hiermee? Ik denk dat wij vaak in ons leven gewoon dingen kunnen hebben of omstandigheden. En op zondag kan het dan hartstikke goed gaan en dan zingen we over genade en spreken we over genade. Maar is dat ook zo in ons dagelijks leven, als wij leven? Hebben wij dan ook de totale genade? Gaan wij dan ook naar zijn troon toe om die genade te ontvangen? En daarmee wil ik u bemoedigen vandaag. Ga naar zijn troon toe om die genade van hem te ontvangen. Want die mogen wij volledig van hem gewoon ontvangen. En ik heb mezelf betrapt erop dat ik kan heel makkelijk tegen anderen zeggen van ja, God zal een wonder voor je doen. En God zal iets geweldigs voor je doen. Maar dan in je eigen leven limiteer je dat gewoon soms. Dat je gewoon niet zeker weet of God dat voor je gaat doen. Maar ik geloof echt dat dat gewoon iets van de vijand is. Dat wij je dan gedacht hebben van nee, dat is niet voor mij. Dat is wel voor ons. En wij mogen in die belofte staan van God. Dat wij gewoon ja, rechtvaardig zijn gemaakt door die genade. En je kan twee dingen doen eigenlijk als je moeilijkheden hebt. Weet je, je kan ervoor kiezen om het eigenlijk mee te nemen in je rugzakje en dan lekker verder gaan in het leven en het wordt steeds zwaarder en zo. Of je kunt het voor God leggen, of je kunt het aan hem geven, of je kunt naar zijn troon gaan en om van hem die genade te ontvangen. Want in die tekst staat ook dat juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben, dat wij dan naar hem mogen gaan. Niet als wij perfect zijn, niet als wij heilig zijn. Als wij het moeilijk hebben, mogen we naar hem toe en dan mogen we het aan hem geven. En daarin zal hij werken en daarin zal zijn kracht zijn. En dat is heel erg kostbaar, denk ik. En de vijand is daar bang voor, dat wij daarin gaan staan. Want op het moment dat wij daarin gaan staan, dan kan hij niets doen. Want wij hebben de macht daarover. En we zijn rechtvaardig gemaakt in hem. En niet alleen zijn we vergeven, maar we mogen ook in die beloftes leven die hij voor ons heeft. Want hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. En dat mogen we allemaal aannemen. Dat is super gaaf. Zijn recht is ons recht geworden. En ik geloof dat wij ook echt mogen regeren dan. Samen met hem gewoon. Weet je, we zijn de zonen en dochters van hem. En dat mogen we meenemen. Dus van, ja, gewoon deze week als u gewoon verder gaat. Weet, denkt u er gewoon over na. Gewoon als u dingen hebt. Leg het voor bij zijn troon. Want wij mogen de volledige genade van hem ontvangen. Ga naar zijn troon toe en vind daar zijn genezing en genade. Amen. Dat was het. Nou, goedemiddag. Gaan we met jullie? Lekker, lekker. Nou, mijn naam is Francisco. Ik mocht vandaag 4 mensen feit doen. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik laat de Heilige Geest door me heen spreken. Amen. En als thema heb ik don't give up. De reden waarom ik zeg don't give up is omdat het niet altijd makkelijk is. Het gaat niet alles zoals jij wilt. Maar toch heb jij die geloof nodig om te denken, oké, het gaat niet goed, maar toch blijf ik God geloven. Want hij is de enige die jou beter kan maken. Amen. Amen. En ik neem even een voorbeeld aan Job. Want Job, zijn leven... Oh ja. Ik neem even een voorbeeld aan Job. Job, zijn leven ging eerst helemaal goed. Hij had een mooie familie, had groot land, alles. Maar uiteindelijk ging het helemaal slecht. Zijn zoon ging dood, alles ging... Hij werd zelf zo ziek. Zo ziek dat hij gewoon helemaal pijn had. Maar toch staat er in Job 27 vers 2 tot met 4 staat er... Ik zweer bij de levende God... die mijn rechten ontnam. Ik zweer bij de almachtige God die mij zoveel verdriet heeft aangedaan, dat zolang ik leef, door de adem van God, mijn lippen geen godeloze dingen zullen zeggen en mijn tong niet zal liegen. Ik moedig jullie aan om ook zo'n geloof als Job te hebben, want ook al gaat het slecht. Hij was gewoon ziek. Gewoon zo ziek, hij had pijn overal, hij vond het niet leuk, maar toch bleef je in hem geloven. Die geloof moeten wij ook hebben. Ik moedig jullie aan, ook al door de week. Het is nooit altijd makkelijk. Jezus heeft zichzelf gezegd, het is nooit altijd makkelijk. Maar toch moeten wij geloven in de Heer die alles kan doen. Amen? En, want ik zie het zelf als een test. Want geloof je, zou jij nog steeds geloven in God, ook al gaat het slecht? Het is een soort van test, want zelf in Jacobus 1 vers 2 tot met 5 staat. Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen, wees dan maar blij. Want als u geloof de beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Hier zie je ook gewoon, want als jij door de situatie heen gaat, met geloof, oké, God staat naast mij en er kan niks gebeuren,
ook al ben ik ziek, God staat naast mij. Ook al gaat het helemaal slecht, God staat naast mij. Dan weet God, oké, hij gelooft in mij, ik zal meer geven. Je zal meer krijgen dan wat je ooit zou denken. Je zal meer krijgen, meer zegeningen, meer blessings, meer liefde, alles. Jij zal zo sterk staan voor wat nog komen gaat. Want het blijft, ook al ga je door deze situatie, blijft situatie komen. Maar door die situatie ben je geestelijk slimmer geworden. En kan je, oké, ik sta stil, God staat bij mij. En de duivel kan niet langs mij komen. Amen. En ook als je onder depressie, onder pijn. Denk niet gelijk dat het over is. Under doesn't mean over. Under doesn't mean over. Wat ik hiermee wil zeggen is gewoon, als je... Ook al gaat het helemaal slecht. Oh, wow, oké. Ook al gaat het helemaal slecht. Denk dat het gelijk over is. God is nog lang niet klaar met jou. De reden waarom je vandaag nog opgestaan. De reden waarom jij hier vandaag in de zaal is. Omdat God nog steeds een plan voor je heeft. Denk niet dat God klaar met je is. God is nog lang niet klaar met jou. Denk niet dat je als je fout hebt gedaan dat God klaar met je is. Kijk even in de Bijbel. Jezus heeft zoveel mensen gebruikt in de Bijbel die niet perfect waren. Behalve Jezus. Dat was gewoon God, maar dan in het lichaam persoon. Dus ik moedig je aan. Oh, ik heb nog 10 seconden, maar oké. Maar eens, hè. Ik wil nog steeds zeggen. God houdt van jou. Laat niets anders jou iets anders wijsmaken. God houdt van jou. Hij is met jou. En hij zal met je blijven tot einde der tijden. Ik geef niet. Lekker bro. Trots op je jongen. Echt super tof. Laten we Francisco nog even een heel groot applaus geven. Wat een held. Ik kon gewoon wegblijven. Hij zou gewoon nog half uur preachen, weet je. Ik kon gewoon hier niet op het podium moeten komen. Echt heel tof. Weet je, wat talent. En Francisco is een van die gasten die bij Jonge Free... Echt, weet je wel, op Jonge Free Nights en op dingen die we doen. Echt, weet je wel, dingen naar een next level brengt. Echt de sfeer zet. Dus echt super trots op hem. Wat hij allemaal doet. En binnen de kerk. En echt trots op jou, bro. Box. Goeie. Heel gaaf. Hey jongens, zijn jullie klaar voor Gods woord? Goed zo, goed zo. Weet je, ik geloof, als jij in Gods woord ingaat, elke dag, niet alleen vandaag, elke dag van, Heer, ik geloof dat u mij tot mij gaat spreken, dan geloof ik dat God zal spreken. Het is een beetje net zoals op school, als jij in een klaslokaal inging en je dacht van, ah, ik ga vandaag niks leren, ik heb er echt geen zin in. Dan ging je meestal ook niks leren. Want je aandacht was niet bij de leraar. Je ging hele andere dingen doen. En dat geldt vandaag ook in church. Weet je? Als je vandaag bent gekomen met God gaat spreken tot mijn hart. God gaat spreken tot mijn denken. Dan geloof ik dat God zal spreken tot jouw denken. En dat je veranderd naar huis zal gaan. Amen? Laten we gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Vader, voor hoe goed u bent. Dank u dat we in uw huis mogen zijn. Heer, u bent een grote God en een goede God. En we danken, Heer, Vader, dat we met elkaar in uw kerk mogen zijn. En met elkaar kerk mogen doen. En dat we het leven mogen vieren. Dat we naast elkaar mogen staan om elkaar te bemoedigen. Dat we ook voor elkaar mogen bidden. Heer, we bidden gewoon, Vader, dat we echt, Vader, vandaag veranderd naar huis mogen gaan. Met meer geloof, met meer visie, met een nieuwe passie voor u, voor de mensen om ons heen. Heer, we bidden dat we u, de wereld hier mogen veranderen. In Jezus' naam. Amen. Hey guys, ik ga vandaag spreken over change the game. Change the game. Ja, change the game. Zeg even tegen je buurman, change the game. Jezus, hij is de grootste game changer die we ooit op aarde hebben gehad. Hij is de grootste game changer die we ooit hier op aarde hebben rond zien lopen. Weet je wel, waar hij kwam, daar gaf hij mensen hoop. Waar Jezus kwam, daar wist hij hoop te spreken over mensen hun levens. Waar Jezus kwam, wist hij situaties 180 graden te veranderen, 180 graden te draaien. Waar Jezus kwam, gingen situaties van hopeloos naar een hoopvolle toekomst. Waar Jezus kwam, werden mensen die niet meer konden zien, genezen. Waar Jezus kwam, waren mensen die verlamd waren, die weer konden lopen. Waar Jezus kwam, werden situaties 180 veranderd, 180 graden omgedraaid. Jezus sprak leven over iedereen, over alle situaties waar hij terecht kwam. Zelfs toen een vrouw werd veroordeeld door religieuze mensen, dat ze zeiden van deze vrouw heeft zonde gepleegd, moet worden gezondigd. Zei Jezus, hey, degene die zonder zonde is, gooi de eerste steen. Gooi de eerste steen. Hij maakte een einde aan veroordeling. Jezus maakte een einde aan de veroordeling. En weet je wat heel, heel bizar is? Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan. Maar in die tijd van Jezus waren zieke mensen, daar ging je niet zo snel mee om. Er waren ook heel veel melaatse mensen, die waren heel ernstig ziek. En daar kon je ook weer zelf natuurlijk ziek van worden. En die mensen, zieke mensen hadden over het algemeen een hele slechte naam.
En Jezus zei tegen de mensen in de maatschappij van, hey, weet je, laten we juist voor deze mensen zorgen. Laten we juist er voor de zieke mensen zijn. We moeten ze niet negeren. We moeten ze niet met elkaar ergens laten wonen waar ze met elkaar maar een beetje ziek aan zijn. Nee, we moeten voor die mensen zorgen. En dit was in die tijd een hele statement. Want dat deed niemand. Mensen liepen juist weg van de zieke mensen. Mensen liepen juist weg van de zwakkeren in de maatschappij. Dus Jezus maakte hier een statement die nog nooit eerder was gedaan. Laten we juist zorgen voor de zieken. Laten we juist zorgen voor de mensen die zwak zijn. Laten we zorgen voor de mensen. En mede dankzij Jezus hebben we daarom vandaag ziekenhuizen. Jezus is een gamechanger. Hij heeft deze wereld gevormd. Hij heeft deze wereld gemaakt zoals hij nu is. En dat is al zo lang geleden gebeurd. En nog steeds hebben we die invloed daarvan. En nog steeds vandaag de dag is Jezus een gamechanger in zoveel van onze levens. Maar ook rondom heel de wereld. Elke dag zijn er mensen die thuiskomen bij Jezus. Elke dag zijn er mensen die zeggen, Jezus, dank u wel dat u mij een tweede kans hebt gegeven. Dank u wel, Jezus, dat ik nu eeuwig leven heb. Dank u wel, Jezus, dat u mij van een periode van waar ik niet meer wist hoe mijn toekomst eruit zag, dat u mij hoop heeft gegeven. Dat u mij een nieuwe kans heeft gegeven. Dat u mij een nieuw leven heeft gegeven. Dank u, Jezus. Jezus is een ware gamechanger. Hij heeft zoveel mensen hun levens veranderd. Hij is een ware gamechanger. En dat zagen we ook weer afgelopen kidscamp en summercamp. We zijn net op summercamp geweest. En weet je wat bijzonder was? Ik wist dat er een tiener mee zou gaan in de week. Die, dat wist ik de zondag daarvoor pas. Die het leven een laatste kans gaf. En ik stond hier in de worship en ik weet het nog zo goed. En ik stond daar met een brok in mijn keel. Dat ik dacht van, Heer, deze tiener, die heeft u zo hard nodig. Heer, ik bid zo dat dezegene aan het einde van de week met u naar huis gaat. Met nieuwe vreugde. Met nieuwe kracht, met nieuwe moed, met nieuwe liefde voor u, met nieuwe liefde voor mensen. Maar met nieuwe levenskracht om het weer te zien zitten. Dus je zegt tegen God, Heer, het ligt in uw handen. Wij doen ons best, u doet de rest. Zo ga je dan erin. Dus wij met elkaar bidden als team. Heer, we bidden echt dat dezegene waar het om gaat, een ontmoeting met u gaat krijgen. Aan het einde van de week hadden we getuigenissen. En ik was zo blij dat ik degene waarvan dit was, waar het over ging, naar voren kwam. En zei, ik heb nieuwe vreugde. Dat is Jezus. Dat kan alleen God doen. Dat kan alleen God doen. En weet je, God geeft nieuw leven. God geeft nieuwe vreugde. Elke dag opnieuw. Hij is de grootste gamechanger die we ooit hebben gehad. En nog steeds vandaag de dag verandert hij onze levens. En hij is ons voorbeeld. En daarom City Life Church, kerk, vandaag. Wij zijn ook geroepen om die gamechangers te zijn. Wij zijn geroepen om die gamechangers te zijn. Wij zijn geroepen om situaties te veranderen. Om plekken te veranderen, om de sfeer te veranderen. En om de plekken waar wij komen, dus de toon te zetten, de sfeer te zetten. Matteüs 5 vers 13. Jullie zijn het zout van deze aarde. Jullie zijn het zout van deze aarde. Kerk, wat doet zout? Wat doet zout? Het geeft smaak. Mensen, zout geeft smaak aan de aarde. Zout geeft smaak naar aan de aarde. Hier, laten we ons zout verspreiden over deze wereld. Wij zijn de smaakmakers van deze aarde. Wij zijn geroepen om smaak te brengen waar misschien mensen mopperend op hun werk zitten. Van, nou, het is vandaag weer slecht weer. Nou, ik weet ook niet, Torsjaak, wat moeten we nou? Laten wij smaak brengen waar er misschien gemopperd wordt, waar negativiteit is. Waar mensen misschien in een leven door een moeilijke tijd gaan zeggen van ja, ik weet het niet, ik heb al zoveel moeilijke dingen meegemaakt. Ik weet niet hoe ik hier doorheen kom en ik heb weer een aanslag van de belasting. En vorige week was dit al gebeurd. Oh ja, mijn huis duurt nog. Hey, laten wij het zout zijn. Laten wij het nieuws van Jezus bekendmaken, zodat mensen leven mogen ervaren. Wij zijn geroepen om het zout van deze aarde te zijn. En dat is zo iets kostbaars, kerk. Dat wij dat kunnen doen. Dat wij dat met elkaar kunnen doen. Matteüs 5 vers 14 tot en met 16. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moeten jullie je licht laten schijnen voor de mensen, opdat ze goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Hey, als jij een nieuwe lamp hebt gekocht, misschien van de IKEA, en je denkt van wauw, best trots op mijn lamp. Dan ga je niet naar de eerste, de beste lege kamer of een kast en zet je daar je lamp in en je doet het deurtje dicht en zegt van nou, blij met mijn lamp. Heel fijn, doe goed zijn werk. Nee.
Je bent trots op die lamp. Je bent blij met die nieuwe lamp. En je zet die lamp zet je op de mooiste plek in de woonkamer. Waar die goed zijn werk doet. Waar die een mooie sfeer zet. Waar die een mooi licht kan zijn. Waar die de kamer mooi kan verlichten. Je voelt hem aankomen. Wij zijn ook degene die het licht kunnen zijn hier op aarde. Wij kunnen degene zijn die licht brengen waar duisternis is. En kerk, waar duisternis is en waar licht komt, daar zal duisternis wijken. Waar wij komen, kunnen wij licht brengen. Waar wij komen, kunnen wij hoop brengen. Waar wij komen, kunnen we mensen nieuwe moed geven. Waar wij komen, kunnen wij het zout van de wereld zijn. Kunnen wij het woord van de liefde die we van God kennen uitstrooien naar onze omgeving. En wij kunnen de hoop van Jezus uitdelen aan de mensen die dat niet kennen. Hey, wij kunnen de smaakmaker zijn van deze aarde en het zout. En het licht, bedoel ik. Hoe tof is dat, kerk? We kunnen zoveel betekenen voor deze maatschappij. We kunnen zoveel betekenen voor de mensen in onze omgeving. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar onze maatschappij heeft game changers nodig. Zoveel mensen klagen, zoveel mensen zien geen hoopvolle toekomst. Zoveel mensen weten niet hoe ze volgende maand ervoor staan. Deze aarde heeft game changers nodig. Deze aarde heeft mensen nodig die het zout van de wereld zijn. Deze aarde heeft mensen nodig die het licht verspreiden. Die de liefde van God verspreiden. Die een stukje van God aanwezigheid hier op aarde brengen. Dat heeft deze aarde nodig. Dat heeft deze maatschappij nodig. Dus waar je ook bent, jonge Fries, zijn jullie wakker? Als je op school bent, wees het zout en het licht van deze wereld. Citypointers, studenten. Als jij op de universiteit bent, wees het zout en het licht van deze wereld. Er zijn mensen op jouw school die niet weten hoe volgend jaar ervoor staat. Die niet weten hoe hun toekomst eruit ziet. Die denken dat ze geen hoopvolle toekomst hebben. Maar wij weten anders. Wij weten dat er een God is die van hen houdt. Die een hoopvolle toekomst met hun leven heeft. En dat zij kostbaar zijn in Gods ogen. En wat verandert dat een situatie? Wat verandert dat een leven? Net zoals ons allemaal. Net zoals ons allemaal. Ons leven is veranderd op het moment dat we binnenkwamen. Misschien hier in de kerk, misschien ergens anders. En dat we hoorden over een God die van ons houdt. Ontelbaar veel van ons houdt. Hij kent zelfs de haren op ons hoofd. Die zoveel van ons houdt. En die een plan en een doel met ons leven heeft. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn passie van binnen werd veel mooier en sterker in het leven. Ik dacht van wauw. God heeft een plan met mijn leven. Hey, God heeft een plan met jouw leven. Hij heeft een plan met de mensen in jouw omgeving die hem niet kennen. Die misschien nog nooit hebben gebeden. Die misschien nog nooit een stap in de kerk hebben gezet. Maar God heeft een plan met hun leven. En soms is dat misschien moeilijk te geloven. Of misschien denk je van ja, maar hoe kan ik dat brengen? Hoe kan ik dat aan de mensen vertellen? Weet je, je hoeft geen Bijbelstudie gedaan te hebben om Gods liefde bekend te maken. Je hoeft geen pastor te zijn om Gods liefde bekend te maken. Je hoeft geen connectleider te zijn om mensen te vertellen over wat God in jouw leven heeft gedaan. Je hoeft geen talenten te hebben om te spreken om mensen te vertellen over wie God is in jouw leven. Dat hij een hoopvol plan met jouw leven heeft en dat hij van jou houdt. Dat kan je gewoon doen zoals jij nu bent. Zoals jij hier nu zit. Je hoeft geen cursus te doen om dat te vertellen. Nee, want jouw verhaal, waarom jij vandaag in de kerk zit, waarom jij bidt. Waarom jij gelooft in de Vader in de hemel. Dat is genoeg voor de mensen om je heen. En ze zullen daardoor iets van God in jouw leven zien. Ze zullen daardoor niet meer kunnen ontkennen dat er iets van God is. En waarom? Omdat jij iets van dat zout aan het verspreiden bent. En dat ze merken, hey, deze guy, deze jongen, deze dame, deze meneer, deze mevrouw is anders. Omdat hij de smaakmaker is van de werkplaats. Omdat hij de smaakmaker is in je connect. Omdat hij de smaakmaker is in de straat. Omdat hij de smaakmaker is in de supermarkt. Omdat hij de smaakmaker is waar dan ook. Daardoor zullen mensen zien, hey, jij bent anders. Jij bent anders. Jij wil echt naar mij luisteren. Jij wilt echt tijd voor me nemen. Jij wilt echt voor me bidden. Misschien heb je het wel eens gedaan, maar misschien ook wel niet. Als je weet van deze persoon gaat door een moeilijke tijd heen. En die geeft aan van ja, dat dingen zijn lastig. En je weet dat diegene niks met de kerk heeft en ook niet gelooft in God. En je zegt van, hey, ik ga voor je bidden. 9 van de 10 keer zegt iemand dan, dankjewel. Ja, ik geloof er niet in. Maar als jij het wilt doen, dankjewel. Er zit toch iets, iedereen heeft hoop nodig. Iedereen heeft een graantje hoop nodig. En God heeft het in ons hart gelegd dat we dat ook kunnen vinden. Dat we dat ook kunnen zoeken en dat we dat ook willen zoeken. Dat heeft hij in ons gelegd. En daarom is het zo kostbaar om klaar te zijn. Om mensen te helpen, om God te ontmoeten, om klaar te zijn, om dat zout te zijn. Als we straks weer de deuren uitlopen, is het niet de bedoeling dat we dat potje weer dichtzetten. Van nee, volgende week weer, dan mag ik weer naar de kerk. Dan ga ik mijn zout weer verspreiden. Maar
tot die tijd hou ik het erin. Nee. Vandaag, als we hier de deur uitgaan, zijn wij het zout en het licht van de wereld. Wij zijn geroepen om mensen hoop te geven. Wij zijn geroepen om mensen de liefde van God te laten ontmoeten. Dat is waar we voor geroepen zijn. Amen? Hoe tof is dat? Hoe tof is dat, guys? En misschien denk je wel, weet je, Ruben, ik lijk helemaal niet op Jezus. Ik ben niet perfect. Hoe kunnen mensen nou iets van God in mijn leven zien? Hoe kunnen mensen nou iets van Gods aanwezigheid in mijn leven ervaren? Ik ben ook niet perfect. Ik maak ook fouten. En weet je wat het mooie is van God? Hij kan jou gebruiken op het moment dat je twee dingen doet. 1 is dat je zegt, Heer, ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Gebruik me, Heer. Gebruik me waar ik ook ga. En het tweede wat je kan doen, is om het volgende te weten. We zongen net het liedje. You don't want perfection, but my soul's attention. God wil helemaal niet jouw perfectie. God wil helemaal niet dat je alles op een rijtje hebt, dat je de Bijbel uit je hoofd weet en dat je alles op en top op een rijtje hebt. Nee, maar hij wil een stukje van jouw aandacht. Hij wil een stukje van jouw tijd. Hij wil een stukje van jouw liefde. Hij wil jou zoals jij nu bent. Niet zoals jij over 5 jaar bent of over 10 jaar bent. Hij wil jou zoals jij hier nu zit. Dit is mijn eerste punt. Waar we ons mee vullen, dat zullen we uitdelen. Waar we ons mee vullen, dat zullen we uitdelen. Hey, als we dicht bij God zijn geweest, dan kunnen we beter vertellen wie God is. Als we in de aanwezigheid van God zijn geweest en zijn hart hebben geproefd en weten wie hij is, dan kunnen we goed aan de mensen vertellen wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij voor ons wil doen. Omdat we daaruit overlopen. We lopen over uit de liefde die we van God hebben. We lopen daarin over. Als we dicht bij God zijn geweest, zijn we vol met de liefde van God. We zijn vol met nieuwe hoop. We zijn vol met nieuwe moed. We zijn vol met alle dingen van God. Met nieuwe kracht, met meer geloof. En dat maakt jou anders. Waardoor mensen zullen proeven, hey, jij bent anders. Er is iets in jou. Er is iets in jou. Dat valt niet te ontkennen. Dat is wat God doet door jou heen. Waar we ons mee vullen, dat zullen we uitdelen. En weet je, meestal als we denken aan stille tijd. Ik had het zelf wel, jullie vast niet, maar ik heb dit wel gehad. Dat ik dacht van, oké, stille tijd, weet je wel, tijd met God doorbrengen. Ik moet allemaal dingen doen. Ik wil beginnen met mijn Bijbel lezen. Ik moet een YouVersion plan uitlezen. Ik moet minstens 20 minuten bidden voor mijn buren, voor mijn collega's, voor mijn vrienden, voor mijn moeder, voor mijn vader, voor de hond. Ik moet ook nog minstens 15 minuten worship. En ik verzon elke keer wel wat dingen bij die ik moest doen. En misschien herken je het wel. Maar weet je wat het mooie is? In Psalm 46 vers 11 staat het volgende. Wees stil en weet dat ik God ben. Dat betekent helemaal niet dat je door je Bijbel moet zitten scrollen en allemaal dingen moet opschrijven. En dat je YouVersion plan deze week moet afhebben. Dat je het 25 minuten moet worshipen. Dat je voor al je mensen moet bidden die je in je leven ontmoet hebt. Nee, dat je moet stil zijn. Dat je moet weten wie God is. Dat je moet weten dat hij jou draagt. Dat je moet weten waar je ook doorheen gaat. God is in controle. God heeft jou in zijn handen. Hij draagt jou. Gewoon stil zijn. En gewoon weten dat hij God is in jouw leven. Gewoon stil zijn. En weten, Heer, dank u wel voor alles wat u in mijn leven heeft gedaan. Dank u wel dat u mijn vader bent. En gewoon stil zijn. Wat we heel moeilijk vinden. Maar wat zo krachtig is. Wees stil. En weet dat ik God ben. Het tweede punt voor vandaag is, schrijf een grote visie over je eigen leven en wie je wilt zijn. Schrijf een grote visie over je eigen leven en wie je wilt zijn. Spreuken 29 vers 18. Where there is no vision, the people perish. Waar geen visie is, daar verwildert het volk. En weet je, dat geldt voor een volk. Een volk moet een visie hebben. Dat geldt voor een kerk. Daar moeten we een visie hebben. Want als we geen visie hebben, dan doen we allemaal ons eigen ding en gaan we allemaal onze eigen keuzes maken. En alle keuzes liggen niet meer op een lijn. We doen maar wat. Dus er moet een duidelijke visie zijn van dit is wat we bouwen. Dit is wat we aan het doen zijn. En daar gaan we voor. Maar ook moet je een visie hebben voor je eigen leven. Je moet voor jezelf heel duidelijk hebben van hey, dit is wie ik wilt zijn. Dit is wie ik wilt worden. Dit is de man of vrouw die ik wilt zijn. Dit is de leider die ik wilt zijn. Dit is het voorbeeld die ik wil zijn voor mijn gezin. Dit is de man of vrouw die ik wilt worden op mijn werk. Dit is degene wat ik met mijn leven wil. Dat moet je opschrijven. En ik kan je vertellen, dat is heel krachtig.
Een tijdje geleden liep ik voor mezelf tegen wat dingen aan. Ik struggelde met wat gedachten waarvan ik dacht van, hé, dit hoort niet bij mij thuis. Stukje ongeloof, misschien een stukje angst voor de toekomst, hoe dingen verder zullen verlopen. Wat dingen waarvan ik dacht van, nee, dat hoort niet bij mij thuis. Ik liep tegen wat dingen aan in mijn eigen karakter, misschien wat ik dacht van, hè, Ruben, waar komt dit vandaan? Dit is helemaal niet wie ik wil zijn, dat is helemaal niet wie ik wil worden. En ik dacht van, daar ga ik een einde aan maken. En wat ik begon te doen, is die visie voor mijn eigen leven op te schrijven. Wie ik wil zijn, wie ik wil worden, de leider die ik wil zijn. En ik begon dingen op te schrijven als, ik wil een man zijn van God. Een man die verantwoordelijkheid neemt voor zijn gezin, voor zijn kinderen. Iemand die andere levens opbouwt. Iemand die andere mensen hoop kan vertellen door over Jezus te vertellen. Iemand die andere kan mensen helpen God te ontmoeten. Waar andere mensen blijer bij weggaan op het moment dat ze me gesproken hebben. Iemand die het beste in anderen ziet en anderen over hun talenten kan vertellen waar ze goed in zijn. En wat ze moeten gebruiken, ter ere van God. Iemand die niet opgeeft als het tegen zit. Iemand die afrekent met slechte gewoontes die me van God afhouden. Iemand die altijd zal blijven strijden voor Gods koninkrijk, ondanks zitten dingen tegen. En op het moment dat ik dit soort dingen begon op te schrijven, ervaarde ik enorme vrede en een enorme rust. Want wat er gebeurde, is dat ik wist van, hey, ik heb weer iets duidelijk. Dat is de stip op de horizon en dat is waar ik naartoe werk. Dat is waar ik naartoe ga. Dat is de persoon die ik wil zijn. Dat is de man die ik wil worden. Dat is de man die ik wil zijn voor mijn vrouw, voor mijn gezin. Dat is de persoon die ik wil zijn. Dat is de leider die ik wil zijn. Dus in plaats van dat we misschien stress zou geven van, oh, dan moet ik weer een hele lijst van dingen bereiken. Dan krijg ik stress van. Nee, dat gebeurde juist niet. Het gaf me visie. Het gaf me een hoopvolle toekomst. Het gaf me een voorbeeld van wie ik wil zijn. En op het moment dat ik even weer in die oude gedachten stapte. Of in dat oude, misschien dat stukje ongeloof. Zeg van nee. Dat is niet wie ik zijn. God heeft een hoopvolle plan. Een toekomst met mijn leven. Hij is trouw. Hij is bij mij. En dat is de man die ik wil worden. Niet die daar, maar die daar. En ik raad je ook aan. Als jij misschien aan het strijden bent met bepaalde dingen in je leven. Misschien wel een stukje angst. Misschien een stukje onzekerheid. Misschien een stukje ongeloof. Dat God op alle gebieden van jouw leven aanwezig is. En dat hij trouw is. Misschien een beeld dat je over jezelf hebt. Misschien gedachten waarvan je weet, hey, dit is niet van God. We zijn allemaal mensen, we worden allemaal wel eens aangevallen met gedachten. Ik wil je bemoedigen om voor jezelf de visie voor je leven op te schrijven. Om op te schrijven van, hey, dit is wie ik wil worden. Dit is wel de koers die ik met mijn leven ga varen. Dit is de richting op waar ik met mijn leven naartoe wil. Waar ik met mijn gezin naartoe wil. Dat is wie ik wil worden. Dat is wie ik wil zijn. Dat is waar ik mijn tijd en energie aan geef. Dat is de man of vrouw die ik wil worden. De oude en de nieuwe jij. En daar heb ik een mooie tekst van. Efeze 4 vers 22. Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven leek jullie wel gelukkig te maken. Maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar de dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op hem lijken. Mensen die helemaal zijn vrijgesproken van schuld en er nu bij God horen. Hey, dump je oude kleding. Dump je oude leven. Dump je oude gedachtes. Dump je oude dingen die bij je vroegere leven horen. En trek de nieuwe kleding aan die God voor je leven heeft. Trek de nieuwe kleding aan. De nieuwe gedachtes, de nieuwe jij, de nieuwe visie voor je leven. De nieuwe dingen die God, waarvan je gelooft, dit is wat God met mijn leven wil kunnen doen. De nieuwe hoop voor jouw leven. Schrijf het op. Schrijf het op. Schrijf de visie voor jouw leven op. En ik geloof dat het zoiets krachtig zal zijn in jouw leven. Je bent nu zijn kind. Je bent nu zijn kind en kind van de Allerhoogste. En hij heeft jou in jouw handen. En hij weet wat hij met jouw leven wil gaan doen. Hij heeft een plan voor je geschreven al voordat je geboren was. En hij zal dat plan voltooien in Jezus' naam. En punt 3. Een gamechanger gebruikt elke mogelijkheid om op te bouwen. Om mensen op te bouwen. Ik wil jullie meenemen naar een aantal cijfers. In absolute aantallen maken zo'n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door. Jaarlijks krijgen zo'n 135.000 mensen, volwassenen, voor het eerst een depressie. Van de kinderen met een depressieve ouders ontwikkelt 40% een depressie voor het 18e jaar. Dit is heftig. 40% ontwikkelt een depressie voor het 18e jaar.
Nederland is in nood. In een nood. Er zijn veel mensen die soms het leven niet meer zien zitten. Er zijn meer mensen in jouw omgeving. Er zijn meer mensen in jouw omgeving die struggelen met: waarom ben ik gemaakt? Wat doe ik hier op aarde? Waarom leef ik? Wat is het nut eigenlijk van het leven? Wat doe ik hier? Doe ik wel iets goed? Ben ik mooi zoals ik ben? Ben ik goed gemaakt? Ben ik oké? Kan ik gewoon mezelf zijn? Of moet ik iemand anders zijn? Er zijn zoveel mensen in jouw omgeving, meer dan je denkt, die waarschijnlijk regelmatig denken om een einde aan hun leven te maken. Ruben, je gaat nu wel een heftige kant op. Klopt, maar dit is de waarheid. Jij kan mensenlevens redden. Jij kan mensen vertellen over de Allerhoogste God. Jij kan mensen vertellen over een Vader die in de hemel is, die van hen houdt, die om hen geeft. En daarom is die tekst zo belangrijk. Jezus zei het niet voor niets zelf. Hé, laten wij het zout en het licht van deze wereld zijn. Want deze wereld is in nood. Deze wereld leeft in duisternis. De mensen weten niet dat ik er ben. De mensen weten niet dat God de Vader in de hemel bestaat. En discipelen, ik vraag jullie zo, alsjeblieft, wees het zout en het licht van de wereld. Want de mensen hebben het nodig. De mensen hebben hoop nodig. De mensen hebben een hoopvolle toekomst nodig. En hoe gaaf is het dat wij dat verschil kunnen maken. Dat wij die gamechanger kunnen zijn op ons werk. Thuis, voor onze kinderen. Dat we woorden van leven kunnen spreken over onze kinderen. Dat wij woorden van hoop kunnen spreken over de jongeren die we in onze omgeving hebben. Over de jongeren hier in onze kerk. Hoe tof is dat we leven kunnen spreken over de mensen in ons werk die misschien denken dat ze geen hoop voor de toekomst hebben of die het leven niet meer zien zitten. Hoe tof is het dat we ze kunnen vertellen: hé, ik weet dat je door een moeilijke tijd bent gegaan en ik snap je helemaal. Maar ik geloof in een God die groter is, die sterker is, die alles in de hand heeft. En ik geloof dat als we samen gaan bidden, dat God wonderen kan doen. Als we samen gaan bidden, dat God jouw leven zal veranderen. Als we samen gaan bidden, dat God jouw leven in zal komen. En dat hij zal laten zien dat hij je nooit verlaten heeft. Dat hij altijd in jouw leven is geweest. Als we samen gaan bidden, dat God zal spreken. En God leven zal geven. Het is makkelijk om een leven te leven van een comfortabel leven. Gewoon chill. Geen verantwoordelijkheid. Geen mensen hoeven redden. Geen mensen over Jezus te hoeven vertellen. Geen niet zonder ochtend vroeg in de kerk te moeten zijn. Op vrijdag shirtjes staan strijken. Het is makkelijk om dat soort verantwoordelijkheden weg te nemen. Het is makkelijk om een leven te leiden van alleen maar leuke dingen doen. Maar als ik dit soort... Ik hoop dat als je dit soort aantallen leest, dat het je raakt. Dat je denkt van: Heer, er zijn zoveel mensen die pijn hebben. Er zijn zoveel mensen die niet meer willen leven. Daar wil ik iets aan doen. Daar wil ik iets aan doen. En ik geloof dat als wij als kerk die stap zetten in ons geloof. Als wij die stap zetten van: Heer, wij willen degene zijn die een verschil maken. Wij willen degene zijn die hoop brengen. Wij willen degene zijn die uitdagingen voor mensen samen doorheen gaan. Wij willen degene zijn die het zout brengt. Die het licht brengt. Dan geloof ik dat we zo'n grote impact kunnen maken. En op het moment dat we zelf door een uitdaging gaan. En die uitdagingen gaan komen. Dan hoop ik dat we kunnen zeggen... In 2 Korinthe 5 vers 7 staat de volgende tekst. For we walk by faith and not by sight. We leven ons geloof niet door wat we zien. Niet de omstandigheden die we zien op dit moment. Niet de omstandigheden die we op dit moment voor ons zien. Moeilijke situatie, lastige situaties. Misschien voor onszelf, misschien voor iemand anders. Maar dat we over die situatie heen kijken. En dat we niet de problemen zien, maar God. Dat we Jezus zien. En ik hoop, kerk, dat op het moment dat jij voor zo'n situatie komt, misschien voor jezelf of voor iemand anders die door een moeilijke tijd heen komt, dat je samen met diegene kan zeggen: we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Herhaal me, kerk. We walk by faith, not by sight. Harder. We walk by faith, not by sight. Harder, kerk, harder. We walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. We walk by faith and not by sight. Deze kan moet harder. We walk by faith, not by sight. We walk by faith and not by sight. Kerk, we walk by faith and not by sight. Jonge vrie, we walk by faith and not by... We walk by faith, not by sight. Amen. Er zijn mensen die het doorhebben. Amen. En samen met God. Met God op de eerste plek van ons leven. Met God op de eerste plek op de troon van ons leven. Zijn we meer dan overwinnaars.
En wij kunnen mensen helpen God te ontmoeten. Wij kunnen mensen helpen om vrijheid te ervaren. Wij kunnen mensen te helpen om uit de duisternis te klimmen samen in gebed. En om ze te brengen naar een levende relatie met de Allerhoogste God. Amen.